ja, dankjewel ik heb nu uh, de slide opstaan T is het zijn van Tao ja. en eigenlijk in de paradoxen worden er al aanlopen genomen daar naartoe ja de uh, great dus het grote uh, Tao, uh, T komt eigenlijk uit uh, voort uit Tao ja. het is eigenlijk Tao in actie. Vaag, maar ongrijpbaar. Ja? Dus het is eigenlijk een essentie die erin zit. Kijken we naar het karakter T, dan uh, is dit uh, het karakter. En dan zien we dat het is opgebouwd uit uh, het teken to go, straight, en naar het hart. Als er één teken in de Tao te King discussie heeft opgeleverd eigenlijk nog meer dan uh, Tao. Dan is het eigenlijk deze paradox 38. High T, no T. Dus hoge deugd, geen deugd. Dat is wat T is. Dus dat is eigenlijk wat T is. Lage deugd heeft geen gebrek aan deugd. En dat is wat T niet is. Nou, hier is enige hersenkrakerij van toepassing, want wat wil het in principe eigenlijk zeggen? En dat is iets wat wij natuurlijk in het westen dus uh, niet zo heel goed op het netvlies hebben staan. Wij vinden het een verdienste als je goed bent, goede daden doet, regelmatig doneert aan uh, Amnesty International. Handtekeningen, actie meedoet, enzovoorts, enzovoorts. Dat zijn allemaal goede daden, om het zo te zeggen. Dat is deugd, dat is deugzaam, ja. Maar eigenlijk wil Laotse hier het volgende zeggen: De echte goedheid, de echte deugd, kent geen goedheid. Als je dus echt Tao bent, euh, T-bent, sorry. Als je echt T-bent, deugd. dan hoef je niet na te denken. Oh, dat moet ik doen voor MBC International. Dat moet ik doen voor hier. Dat moet ik doen voor daar. Dan doe je van nature alle goede daden die gedaan moeten worden. En ga je erover nadenken, dan is er toch iets in jezelf wat dat goede moet doen. Maar er is ook iets in jezelf wat het goede niet doet. Want anders had je er niet over na moeten denken. Ja? Dus, nou, deze. Hessenkronkel of Twist geeft dus altijd heel veel discussies. Er zijn dus ook vertalingen die dit ook compleet anders vertalen. Ja? En ik heb ooit eens een keer een voordracht over thee in Duitsland gehouden. En daar hadden ze een Duitse taal te King. En daar stond het compleet verkeerd. Ja? En toen ik dus vertelde hoe het wel in elkaar zat, toen hadden we daarna een hele aangename, vette discussie met elkaar hoe het dan wel in elkaar zit. Ja. Dus je zou je eigenlijk zo moeten ontwikkelen, je zou je visie zo als het ware moeten opbouwen en vanuit Tao moeten denken dat je nu niet denkt in goed en kwaad, in goed doen en niet goed doen. Maar dat je eigenlijk niets anders dan een continue weerspiegeling bent van hetgeen wat voor Tao of in het licht van Tao gedaan moet worden. Hier zit nu die eh, compacte vertaling die ik heb gebruikt van eh, Lombardo. En eh, dat, eh, die zit er vrij dichtbij. Maar denk er rustig over na. Het kan herhaaldelijk gebeuren als je het leest. Dat je er weer even over moet nadenken. Wat staat daar nu eigenlijk? Ja. Paradox 8, far. Dus eigenlijk ver voordat dus Tao t wordt gedefinieerd, zegt dus eigenlijk de hoogste goedheid t is als water. Water komt gemakkelijk alle dingen ten goede zonder strijd. Toch. Blijf het op de plaatsen die mensen haten. Daarom is het als de tau. Er is een bekende vraag in het boeddhisme aan de boeddha, waar aan de boeddha wordt gevraagd, wat is nou de invloed van het verschijnen van een boeddha of een bodhisattva? En de boeddha die zei dus, het is als de regen. Iedereen krijgt op zijn manier daar als het ware. Het voordeel van het goede van. En dat is eigenlijk precies wat hier gezegd wordt. Dus goedheid, dus T, echte T, laat zich niet onderscheiden door die wel en die niet. Je bent goed, je kan alleen maar goed doen en je doet eigenlijk niets anders dan goed. Hoe complex dat goed eruit ziet, hoe simpel dat goed eruit ziet, doet eigenlijk in essentie niet toe. Het gaat erom dat je eigenlijk dat gewoon. ...van nature doet, ja? Dit is nog een, een wat andere vertaling. Dit is Borel's vertaling. De hoogste deugd, T, is geen deugd... ...en is daarom juist deugd. De lagere deugd verliest niet het idee deugd... ...en is daarom juist geen deugd, ja? De hoogste deugd is hoe wij, ja? zonder er expres iets voor te doen. Hoe wij gaan we het straks nog over hebben, dat is ook een mystieke kreet, ja? handelen door niet te handelen. De lagere deugd is wij doen en doet alles met opzet. Dit is eigenlijk al veel directer en veel makkelijker te pakken in het Nederlands. Ja? De hoogste mentliefdesheid ageert zonder er expres iets voor te doen. De hoogste plichtmatigheid ageert, maar doet met opzet. Tussen haakjes alles met opzet. De hoogste lie, decorum, ageert, maar is geen antwoord op. Zij wordt erkend door een beweging van de arm, oftewel een loos gebaar, zouden we zeggen, ja. Als je kijkt in de taal te King, dan hebben we zo'n uh, zo vijf niveaus waar T als het ware in vertaald wordt. Primaire deugd, grootste deugd, hoogste deugd, deugzaamheid, goedheid. Ja? En daarmee als het ware proberen we dus het spectrum in onze Nederlandse taal of eigenlijk welke andere taal dan ook als het ware weer te geven. Als T goed is ingezet, krijg je dus in paradox 54 een aantal gevolgen daarvan te laten zien. Wat stevig gevestigd is, kan niet ontworteld worden. Wat stevig vastzicht, kan niet wegglippen. Er zal geëerd worden van generatie op generatie. Cultiveer de deugzaamheid in jezelf. En deugd zal echt zijn. Cultiveert het in de familie en deugd zal in overvloed aanwezig zijn. Cultiveert het in het dorp en deugdzaamheid zal groeien. Cultiveert het in de natie en deugd zal overvloedig zijn. Cultiveert het, in het universum, cultiveert het in het universum en deugd zal overal zijn. Dit als je dus even kijkt naar de Engelse vertaling, die heel compact is. Ja. En dan zie je dus eigenlijk dat het idee van deugd en deugzaam zijn, om zo te zeggen, eigenlijk in die tweede deel van de Toute King helemaal uitgebreid wordt. Om duidelijk te maken dat het een het kwestie van zijn is en niet worden. En ook niet een kwestie van willen zijn, maar een kwestie van gewoon zijn. Dus net wat ik zei, hoe eenvoudig dan ook, wees het in plaats van na te streven. Er is in de Town of the King nog een uh, hele andere belangrijke. kreet, term, woe uh, Die speelt in de the, the King ook een rol. Zij het uh, niet zo frequent, maar wel in essentie. En dat is. Wordt over het algemeen vertaald als handelen door niet te handelen. Als handelen door niet te handelen. En daar wordt vaak uit ge geconcludeerd: oké, okay, dus wat is het beste wat ik kan doen? Is niet handelen. Rustig zitten, laat de dingen maar gaan zoals ze gaan, dat is zoals het zijn moet. Nee, hoe wij is niet een kwestie van niet handelen. Het is een kwestie van handelen door niet te handelen. En dan is dus eigenlijk niet handelen, wordt bedoeld, uit persoonlijke motieven, inzichten en drang. Als je handelt, handel je in het licht van het groter geheel, van eh, taal. Dus je handelt uit taal, voortalen. Je kijkt niet wat is goed voor mij, wat is goed voor mij, kan ik het beter niet doen, kan ik het beter wel doen. Nee, als het van belang is om in het grote geheel om het te doen, dan moet je in feite dat doen. Dit is een hele belangrijke gedachte, want als we met elkaar praten over de vrede van Tao, dan zit die vrede zit onder andere in deze gedachte. Hij sluit dan ook bijna de toute king af, paradox 70 en 81. Mijn woorden zijn heel gemakkelijk te begrijpen, heel gemakkelijk te betrachten. Maar niemand in het rijk kan ze begrijpen, kan ze begrijpen nog betrachten. Mijn woorden hebben een oorsprong, mijn daden hebben een meester, maar de mensen weten dat niet en daarom begrijpen ze mij niet. Zij die kana Tao kennen, zijn niet geleerd. Zij die geleerd zijn, kennen Tao niet. En hier laat het dus eigenlijk weer zien, ja, ten eerste, je kan die taal Te Ching begrijpen als hij dus als het ware boven het intellectuele denken gaat staan, boven bezorgdheid gaat staan, boven de logica van twee keer twee is vier, maar als je dus die metalogica, wat ik eigenlijk in het begin mystiek heb genoemd, je probeert eigen te maken en eigenlijk probeert te begrijpen dat dat leven. Tao één is dat we daar allemaal een rol in spelen met elkaar, ja? gezamenlijk met elkaar. En dat we dus eigenlijk altijd als het ware elkaar moeten helpen om dus dat Tao-element in ons zijn tot uitdrukking te brengen. Ja? En dan kan je je dus afvragen: van waarom geeft Tao vrede? Ja? En dat is wat ik eigenlijk even als afsluitende gedachte bij u neer wil leggen. Terecht natuurlijk, want het is natuurlijk eigenlijk zo van de vrede van taal. Dan begrijpt u natuurlijk eigenlijk al dat als u eigenlijk vanuit dat hoe wij gaan denken, handelen door niet te handelen, dat je je als eerste instantie de vraag moet stellen, als u vrede wil hebben, wat is vrede? Ja? Wat is die rijkwijde van vrede? Een vrede die u betreft. Die uw gezin betreft, uw familie betreft, uw stad, uw land, vul erin, ja? Wat mag die vrede dan kosten, ja? En kan vrede bestaan zonder kosten? En dan kom je eigenlijk op het idee dat er dus als het ware maar één vrede in die wereld te krijgen is, dat is de vrede met hoofdletters. En dat we dus ten alle tijden, als het ware, moeten nastreven dat als we vrede willen bereiken, ja, dat we dus eigenlijk, eigenlijk in termen van wereldvrede moeten denken. Dat is een hele uitdaging. Want dan moeten we ook, als het ware, proberen de consequenties te overzien van onze leefwijze, onze manier van leven. Wat kost dat deze wereld ten koste van wat? En eigenlijk de moderne thermologieën zijn natuurlijk onze footprint, afdruk die we maken op deze wereld. En dan zie je dus eigenlijk dat wij, als we uit dat van Tao proberen te begrijpen, dat we vanuit die mentaliteit van het geheel moeten proberen te redeneren. En die mentaliteit van het geheel, als het ware, moeten proberen op te krikken. En wat is de rust die je krijgt door dat te doen? Dat als je die processen in de natuur leert begrijpen. dat je weet dat er oorzaken en gevolgen zijn. dat we handelingen die we ook verrichten. altijd karmische consequenties hebben. en dat we moeten eigenlijk proberen zo te leven. dat we zo min mogelijk ten laste leven. van elkaar en van die omgeving. Maar dat we ook kleine dingen. niet groter moeten maken. dan dat ze zijn, een klein iets. Blijft een klein iets, iets wat dus eigenlijk het taal totaal niet reflecteert, mag dan aardig zijn, maar is van hoge mate vergankelijk van aard en heeft eigenlijk geen enkele relevantie in ons bestaan. Dus als je kijkt vanuit dat grote, beschouwelijke blik, vallen dus al die kleine zorgjes en dingen die dwars zitten, vallen vaak heel snel, als het ware, in het niet van het grote belang, ja? De gedachte dat we er dus eigenlijk mee weg zouden kunnen komen door als het ware niet te handelen vanuit T en taal, maar we juist eigenlijk vanuit taal en T moeten handelen. Ja? Door het idee dat als we niks doen er geen karma ontstaat. Nee, in de totale dynamiek van het geheel is er altijd actie en reactie. En als we daar niet de goede reactie op geven dan veroorzaken we ook een bepaald karma. Dus het idee van laat me maar rustig in mijn stoel zitten en eh, ik lees mijn krantje wel en eh, het zal allemaal wel, is eigenlijk geen oplossing om vrede, rust en eenheid in die wereld te krijgen. Hoe wij is dus eigenlijk niet niets doen, maar is eigenlijk niet handelen vanuit die persoonlijke visies en persoonlijke motieven. Iets wat je stapsgewijs opbouwt vanuit het diepe besef van Tao in jezelf. Jezelf zien als een deel van dat grote geheel. Ja? Geef het, dat deel geen naam, ga het geen vorm geven, maar hou in gedachten dat die Tao oneindig is, dat je daartoe behoort, dat je daar essentieel een deel van bent en dat je dus ook, als het ware, essentieel daar je taak in hebt. Tao is eeuwig hoe wij. En toch is er niets wat het niet doet. Als koningen en vorsten hoe wij konden blijven, zouden alle mensen zich hervormen. Dit was het einde van mijn derde deel. Dit was de vrede van Tao. Ik hoop dat ik daar een basis voor heb kunnen opbouwen. Ik kan me voorstellen, als u dat nog eens rustig overdenkt en over nadenkt, dat daar nog wel een aantal vragen uit kunnen voortkomen. Die wij volgende week, dus eigenlijk gedrieën, dus Joker Vermeulen, Baar het Voorhand en ikzelf, als de vertegenwoordiger van de lezing van de, de Stoa, ik van de Tao en Baar het van het Boeddhisme, als het ware gaan uitwisselen met elkaar over. Leven vanuit uh, live uitwisselen over uh, gemoed, gelijkmoedigheid. Nu even een korte pauze, zodat u uw vragen kan uh, bedenken. En dan gaan we eerst de vragen beantwoorden en dan sluiten we af met uh, de psychiatrie. Ja, we mogen weer. Ja, fijn, uh, jullie. Even kijken, nog één vraag. Ik vat even een paar opmerkingen samen. Uh, maar is het uh, beoefenen van bijvoorbeeld Tai Chi nodig of behulpzaam om het lichaam schoon te maken van bijvoorbeeld trauma's, zodat we ons lichaam kunnen opleiden met onze gedachten? Ja, er zijn natuurlijk wat dat betreft, in de, zeker in de Chinese filosofie, of eigenlijk moet ik zeggen in de Oosterse filosofie, vind je natuurlijk eigenlijk overal. Uh, wel voorbeelden, of je nou praat over yoga, over tai chi, uh, methodes die eigenlijk proberen de harmonie van het lichaam uh, in overeenstemming te brengen met het geestelijke. Uh, onze organisatie heeft daar nooit zo veel aan gedaan, want die heeft eigenlijk altijd gezegd als de geest uh, goed in elkaar zit, om zo te zeggen, zuiver is, dan volgt dat lichaam vanzelf. Maar je zou je natuurlijk terecht kunnen afvragen: is het desalniettemin toch verstandig om aandacht te geven aan goed dit, goed dat, bewegingspatronen? En dan zie je eigenlijk best in onze samenleving dat er best wel een hoop adviezen zijn. ...om toch iets te doen aan het onderhoud van het lichaam. Al was het alleen maar niet een typische westerse ziekte te krijgen... ...omdat wij natuurlijk hele dagen achter ons bureau zitten... ...waardoor zelfs organen niet zo goed meer beginnen te werken enzovoorts. Dus dat is dus wel een voorbeeld van dat we al redelijk uitbeland zijn. Dus er zijn best wel bepaalde dingen dus als het ware te overwegen. Maar dat is een hele individuele aangelegenheid. Daar moet je gewoon, of je nou twee keer per week gaat sporten in de klassieke sportschool... Of je gaat twee keer per week naar iets anders toe om uh, uh, filaties te doen, bepaalde bewegingen, bepaalde spieren te trainen. Dat is eigenlijk gewoon iets aan jezelf. Uh, over het algemeen is dat uh, onderhoud van het lichaam en enige aandacht en beweging. Dus eigenlijk ook wel de vitaliteit erin houdt. En men uh, zich wel wat prettig voelt. Ja, zeker weten. Ja. Oké, okay, dankjewel. Um, en dan nog iemand die een paradox heel erg moeilijk vindt. Dat is de paradox van toen taal overdween... toen ontstonden er mensen, mensenliefde en rechtvaardigheid. Ja, 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 ja. Ja, dat is een, uh, een, een hele interessante... die eigenlijk een grotere uitwerking is van T van 38. Uh, laat ik het proberen uh, uit te leggen. Op hetzelfde moment... Dat die inherente goedheid, de inherente deugd niet meer aanwezig is, dan gaan we wetten maken. Dan gaan we regels maken om te zorgen dat de maatschappij goed loopt. Maar eigenlijk ontbreekt het inherent aan de innerlijke kracht. Dus. Die paradox die zegt eigenlijk niet dat Tao verloren gaat, maar dat Tao zich eigenlijk niet meer tot manifestatie kan brengen in die samenlevingen, in die bevolkingsgroepen, in die eh, communes om zo te zeggen. En dan gaan we proberen goed te zijn en onze maatschappij sterft van de voorbeelden door regeltjes te maken van die krijgt wel dit en die krijgt wel die steun en die krijgt niet die steun. En we hebben nog geen regeltje gemaakt en we komen tot de conclusie dat we een groep over het hoofd hebben gezien die het misschien nog wel veel harder nodig heeft, enzovoort, enzovoort, waarmee we eigenlijk proberen goed te doen, maar eigenlijk onrechtvaardigheid bewerkstelligen. Ja? Uh, een bekende Nederlander, Schimmelpenning, die deed eens de uitspraak, iemand die er redelijk goed bij zit, en die zei, ja, Nederland, ik zeg altijd in Nederland zo, in Nederland word je slapende rijk en werkend arm. Ja? waarmee die eigenlijk een grote mate van onrechtvaardigheid eigenlijk in ons land laat zien terecht, dat is ook zo ja? als je rijk bent heb je een hele hoop belastingfaciliteiten mag je dit aftrekken, dat aftrekken enzovoorts, enzovoorts en als je arm bent en je zit aan die onderkant van het inkomen je hebt amper minimum inkomen dan krijg je nog allerlei belastingen opgelegd en dan betaal je 30, 40 procent of iets dergelijks of zo, ja, of in ieder geval in de 20 dus daar zit een Onrechtvaardigheid. En dat is eigenlijk omdat die Tao-visie verloren is gegaan. Die eenheid van het geheel die er moet zijn. Ik bedoel, al onze problemen die we momenteel hebben met de boeren, met de CO2 enzovoorts, enzovoorts, is allemaal beperkte afgescheidenheden die hebben geleid tot niet meer een geheel zien, geen Tao meer zien. Ieder gaat voor zich, waardoor er als het ware onbalansen en onrechtvaardigheden ontstaan. Ja? En dat is een van de grootste problemen die we hebben op dit moment. Er waren, ik zag laatst eens een praatprogramma, die zei: van er zitten geloof ik in Nederland aan twaalf grote kamaliteiten... waar we nodig wat aan moeten doen en er gebeurt niks. Ja? Maar we maken wel regels en we doen wel dit en we doen wel dat. Maar het lost er niet op. Nou, dit is zo'n typisch voorbeeld. Als je niet tot die eenheid kan komen. Ja? En dan laatst hebben we dus met de boeren gezien als je dan toch de, de moeite neemt om met die mensen te praten en inleeft, wat is jullie probleem nou? En waarom zijn jullie hier zo tegen? Waarom daar zo tegen? En je probeert te begrijpen en kijken of er oplossingen mogelijk zijn. Dan zijn er best wel oplossingen mogelijk, ja. En wat zie je dan? Dan is er een opening gemaakt en dan gaan we weer uh, hele uh, regelgeving optuigen enzovoorts enzovoorts. En dan lopen we weer in die onrechtvaardigheid. Ja? Dus ik kan me voorstellen dat dit een hele moeilijke is om te begrijpen. Maar laten we bekijken, als T, dus innerlijke goedheid, innerlijke deugd, verloren is gegaan, dan ontstaat er onrechtvaardigheid in het land. Ja? Dan valt het uiteen. Dan gaan we groepen krijgen, dan krijgen we onrechtvaardigheid. Ja. Helder, dankjewel. Um, nog een vraag. Zou je hoe wij als de synthese van de paramita's kunnen zien? Als de hoogste paramita. Als de hoogste paramita. En waarom zeg ik dat? Omdat in de andere paramita's natuurlijk toch, als het ware, kleuringen aan handelingen worden gegeven. En de uitdaging is... In die paramitas, je moet ze eigenlijk allemaal bij elkaar gebruiken, alle zeven bij elkaar gebruiken, in het licht van de allerhoogste. Dus het komt er eigenlijk op neer dat als je dus kijkt even in die lao uh, Laotse termen, dat je dus al die dingen die uh, Laotse bespreekt, in het licht van Tao uit moet voeren. En dat is dus eigenlijk ook in, uh, in dus, uh, uh, de paramitas ook. Dr. De Pruker zegt eigenlijk hoe wij is eigenlijk het suyata van de Chinezen. Suyata betekent in het boeddhisme de grote leegte. Ja? Niet in de betekenis van dat er dus absoluut niks meer is, maar je kijkt naar zulke hoge bewustzijnsgebieden dat vormen eigenlijk daar niet meer van toepassing zijn. In welke uitdrukkingsvorm dan ook. En dat je die als het ware. Wij, als wij daar naar kijken, als leeg ervaren. De hoogst spirituele toestand die je kan bedenken. Ja? Dat was het. Fijn, dankjewel, Jenny. Oké, okay, dan sluit ik af met uh, de Kayatri uit uh, Rik Veda. Die begint met uh, O Zon. Die zou eigenlijk ook kunnen zeggen O Tao. Ja, zoals we vanavond met elkaar gesproken hebben. Maar hij luidt dus eigenlijk, o oh, gouden zon, met uw verheven luister, verlicht ons hart en vervul ons denken, omdat wij, onze eenheid beseffend met het goddelijk hart van het heelal, mogen zien en betreden het pad dat ons voert naar de poort, naar de verre poort der volmaking geleid door uw stralend licht, het pad.